Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Steven Koenigrecht uit Lafelt in Riemst. Ik ben de eerste opvolger voor Open VLD in Limburg. En ik engageer mij deze verkiezingen omdat ik na jaren achter de schermen van de politiek gewerkt te hebben, het nu nodig vind om de dingen echt in verandering te brengen. En dan moet je voor de schermen actief worden. Ik zou mij inzetten voor het oplossen van de wachtlijsten in de zorg en om het aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen om zich in Limburg te komen vestigen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben al 10, 11 jaar politiek actief, maar achter de schermen. Onder andere als adviseur voor Patrick de Waal en nu als partijcoördinator van de Melsestraat, medewerker van Gwendolyn Rutte dus. En ik heb duidelijk gemerkt dat als je echt dingen wilt veranderen, dat je voor de schermen actief moet zijn. Ik heb dat lokaal ook gedaan in 2012, 2018 opnieuw. En voor mij is het nu een logische stap om naar het Vlaams parlement of naar de Vlaamse lijst over te stappen en ook daar kandidaat te zijn. Welke quote heeft u gekozen? Be the change you want to see in the world. Ik denk dat opnieuw eigen verantwoordelijkheid ook is dat je zelf leeft zoals je denkt dat het goed is en dat je jezelf als voorbeeld stelt voor anderen ook. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb altijd veel respect en bewondering gehad voor Barack Obama. Hij is president geworden in de periode dat ik zelf ook politiek actief werd. En ik vond het heel inspirerend om te zien hoe hij met een positieve boodschap, zonder veel wat heel gewoon is in Amerikaanse verkiezingen, het slijk van de tegenkandidaat ophalen en in de pers gooien. Dus zonder al die tactieken toch president van Amerika is kunnen worden. Ook die positieve boodschap en die positieve ingesteldheid heeft behouden. Heel respectvol altijd in zijn taalgebruik geweest is en op die manier toch twee legislaturen president gebleven is. Het sterkt mij in het geloof dat je dat het kan, dat politiek een positieve vibe kan geven en niet negatief hoeft te zijn. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb er heel veel, maar uit een familiale situatie heb ik gezien wat een impact het heeft, de wachtlijst en de zorg. Het rugzakje, zoals ze dat noemen, heel belangrijk. Ik ben daar grote voorstander van, maar er zijn nog veel te veel mensen die daar geen recht op hebben of nog op een wachtlijst staan. En dat maakt dat die mensen dan thuis moeten worden opgevangen. Dat legt heel veel druk op zo'n familie. En daar heb ik toch wel een heel bijzondere interesse in vanuit dat persoonlijk verhaal om daar ook mee aan te helpen om die wachtlijst weg te werken. Tweede interesse is onderwijs, omdat ik denk, vooral vanuit Limburg bekeken, dat onderwijs zeer belangrijk is om ook jonge gezinnen te blijven motiveren om in Limburg te komen of te blijven wonen. Ik heb zelf 3 kinderen en je denkt dan toch, waar vestigen we ons en zijn daar dan goede scholen in de buurt? Want je wilt dat je kinderen de beste onderwijskansen krijgen. En daar moeten we toch echt op letten dat we dat in heel Limburg of ook in landelijke gebieden over heel Vlaanderen steeds dat kwalitatieve onderwijs kunnen blijven aanbieden om te zorgen dat ook die gebieden leefbaar blijven voor jonge gezinnen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik heb het al gezegd, ik denk dat we respectvoller moeten zijn voor elkaar. Ik denk dat we positief moeten communiceren over wat we zelf willen veranderen in de wereld en niet altijd moeten aanduiden wat de ander slecht gaat doen in de toekomst of heeft gedaan in het verleden. Ik denk dat we een beetje op onszelf moeten focussen, ons eigen verhaal moeten brengen. Het verschil mag er zijn, moet er zijn, maar het debat moet, denk ik, iets respectvoller gevoerd worden. We zijn nog ver van de Trumpiaanse toestanden van Amerika, maar we mogen zelf niet afglijden tot dat soort situaties, denk ik. Ik denk echt dat we moeten inzetten
op connectie maken met elkaar, elkaar proberen te begrijpen en ergens in het midden landen. Er is niks oneerbaars aan een compromis en ik denk dat dat ook verdedigd moet worden als je die keer hebt afgesloten. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een paar kranten bij. Ik zal ze... Voilà. Het is eigenlijk eerder symbolisch, omdat mijn ouders hebben een krantenwinkel. Ik ben daarin opgegroeid. En actualiteit heeft mij van daaruit denk ik altijd wel geweldig geïnteresseerd. Ik ben ook altijd politiek geïnteresseerd geweest. Mijn ouders vertellen dat ik na Samson en Gert naar de Zevende Dag keek. Dus ik neem aan dat het er al heel jong in zat. En ja, het verklaart een beetje ook de passie voor politiek en het engagement waarmee ik nu werk en zelf kandideer.